En hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe Pokémon aflevering. Vandaag heb ik Pokémon Alpha Sapphire slash Pokémon Omega Ruby. Ik heb natuurlijk Pokémon Alpha Sapphire, maar het is net zo makkelijk om ze even allebei aan te kondigen, leek mij. we zijn bij het eerste dorpje, stadje, hoe je het wil noemen, aangekomen. En natuurlijk de eerste gym. En we zijn er helemaal klaar voor. Onze Mudkip namelijk ook. Dus laten we er gewoon voor gaan. Wauw, even kijken. Moet je kijken, die bewegende dingen. Zo mooi. Ik hou ervan gewoon. Hadden ze dat mee in de oude game? Ik heb deze al verslagen. Alleen nog de achtste denk ik niet. Nee, inderdaad niet. Ja, dat zeggen kleine kinderen altijd. You are challenged by a shulker, Georgia. Oh my gosh, het is een Geodude. Ah! Gebruik er gewoon. Mars. Water gun. Go! Oh yeah, baby. Disarming voice. Ooh. Think nice. Letting out a charming cry, he used it to us emotional damage to a most opposing Pokemon. This attack never misses. Whoa. I guess we're chill. Was confusion. Nah, I can't talk to you. Keep old moves. Yes. GG. Wow, the pixels though. just as I expect. I know you and your Pokemon will be able to get this far. Now, will you kindly demonstrate how you battle with your Pokemon? Oh, that bitchy move though. Joke. Rocks, Anne. Ah! Niemand die hem of zo begreep. Vroeger begreep ik van. Vond ik op zich Roxanne, de naam heel erg leuk, maar ik begreep nooit waarom ze Roxanne heten. Want ik dacht, er zit echt wel een logica achter, maar ik begreep hem eerst nooit. Maar nu ik het zie in één keer, begrijp ik hem wel in één keer. Roxanne. Maar ja, toen was ik ook nog maar 4 jaar of zo, dus ja, dan begrijp je dat natuurlijk niet. Watergun. One shot. Dit is momenteel ook iets heel handig aan speedrunner. We hebben namelijk gewoon weinig effect op die ground aanvallen. Potion. Oké, gelukkig niet zo'n full restore die we een keertje hadden. En we hebben crit. Mudshot is echt een poepgoede aanval die ook echt graag wordt gebruikt in speedrunner. No spas. Ik denk dat de muziek ook iets te hard zet voor jullie, dus ik heb hem zachter meteen zetten. Zo, ik heb hem wat zachter voor jullie gezet. Ik hoop dat hij nu goed genoeg staat. Misschien dat even iemand daar op de stream, want ik stream namelijk nu even kan checken of het goed staat. Water gun. Helaas is onze speed fel geworden, waardoor we minder goed zijn tegen deze no-spans. Tada, tada, G. Hallo, it's Gazer, welkom. Oké,
Wat ik ook heb nou besloten voortaan is om heel veel gewoon op Twitch te doen momenteel. Voor mensen die willen weten wat er gaat gebeuren en zo met deze serie. Ik wil het wat anders gaan doen namelijk. Ik vind het namelijk heel leuk om het gewoon te streamen. En ik wil toch wel wat exclusives in de streams hebben van Twitch. Dus daarom doe ik dit. Dus als je echt alles wil zien, dan moet je gewoon naar Twitch voor. Nou ja, je hoeft dat nog niet eens. Gewoon kijken op Twitch, dat kun je al doen. En dan zie je het gewoon. Oh my gosh, rock jump. En dan kun je gewoon het hele avontuur volgen. Wat ik gewoon eigenlijk een beetje constant doe, is ongeveer, dat is niet precies wat ik doe. Is gewoon, als ik elke keer bij een gymleader ben, doe ik gewoon één opname maken voor YouTube. Met daarin leuke dingetjes en zo over de serie. Of als er natuurlijk een heel groot van het verhaal modus in komt, dan zal ik het gaan opnemen voor YouTube. Zoveel in dat opzicht heb je dus op zich in vergelijking, valt het mee met wat je mist. Ik ken het hele verhaal en daarom spam ik er doorheen. Maar ik vind gewoon, als je niet begrijpt waarom ik dit speel, dit is meer van wat hebben ze eraan veranderd? Hoe mooi hebben ze het kunnen maken? Het eigenlijk zo'n game die eerst zo'n klein, ja, zo'n kleine cartridge was en toen uit was. Want het voelt me nog steeds als één dag geleden eigenlijk toen ik nog een klein kind was. Omdat ik die gedacht heb, lijkt het wat lang toch geleden. Voel ik het gewoon zo van, oh my gosh, dit is gewoon weer waar ik weer speelde vroeger of wat ik speelde op YouTube. Het heeft altijd toch een emotioneel moment, de game. In de officiële Sapphire serie, omdat jij een Sapphire en zo heb je maar 2% of 5% kans op Skitty. Ik zoek er niet eens naar en ik heb een Skitty gevonden, oh my gosh. You got away safely. My gosh. Don't go away. Thank you. No! Zag je dat staartje linksonder? Dat wou ik eigenlijk vooral bekijken of ze hadden eigenlijk pas bij Skitty. Maar ja, dat hebben ze. Ik weet niet of die ook wat speciaals hebben of zo. Ik vind dat een gave toevoeging. Oh ja. Ik was even de Pommack glitch aan het uittesten of zo. Kan ik nog totaal niet, maar goed. Level 17. Ik weet alleen niet of de Pommack glitch werkt nog in Pokémon Alpha Sapphire, maar ik durf het niet echt zo goed te gebruiken. Omdat natuurlijk het gevaar loopt dat ik mijn game laat crashen. Nou ja, nog niet zozeer mijn game save file, want dat vind ik dan nog minder erg. Dan kan ik nog fixen dat ik die kan opslaan. Maar meer gewoon van dat mijn hele cartridge kapot is en dat ik 50 euro weer kan leggen voor de game. Eigenlijk heel zonde om dat te doen, maar goed. Morald, dat is dus een Japanse naam die je zag. Die je levelt gewoon mee omdat je constant een XP share krijgt. Helaas is Skitty daar niet meer. Eeuwig verdriet. Wat? Is het niet meer de oude man? Serieus? Oké, gelukkig. Anders zou ik het wel echt jammer vinden. Als de oude man die we kennen nog van de Pokémon Emerald serie, die we hadden gespeeld op YouTube, dat die er niet was. Want die mis ik. Die zou ik dan echt het meest missen. Gosh, he wants a bitch fight, yeah.
vind Poochyena ook zo mooi gemaakt. Ik weet niet waarom. Ik zou hem gewoon speciaal willen vangen. Om hem gewoon te zien. Want ik vind hem echt mooi gemaakt. Heel simpel, maar gewoon zo mooi. Speedfell, nice. Oh my gosh. Ik ben geïdentificeerd. Dat is ons eerste gedeelte. Yeah, baby. Dat hij ook echt zo stil staat, hè. Daar hadden ze mogen van mijn beweegbaar mogen maken, die winkel. Want nou zet hij letterlijk vast. En verder, ik knip hem met mijn ogen en zo. Dus dat vind ik wel jammer. Dit is niet trouwens veel veranderd, dit geluid. Oh, we kunnen erin, cool. We gaan er eens even in kijken. Niks. Oké, eigen lol. Dit huisje is echt helemaal volledig gereworked. Heb ik zo het gevoel naar. Oh my gosh, I'm in cat. Ik zie me nog steeds hier heel het uren in rondlopen en niet weten waar ik heen moet. Nou ja, zover ben ik nog nooit gekomen. Maar trouwens, hier ben ik wel gekomen, zit ik nou te denken. Maar het is wel jammer, want door dat gevoel dat je hebt, volgens mij wordt daar de kans wel groter gemaakt. Ik wou het gewoon... Skitty is gewoon leuk, ja, ben je het kut. Gap. Ik weet precies waar we heen moeten uit mijn hoofd. En was hier natuurlijk heen. Oh, how did it go? Did you get my Devon parts? You did. You got them back. You really are a great trainer. I know, as my thanks, I'll give you a great ball. Thank you. Oh yes, young lady. Please come with me. Ah. Dat was een heel groot gebouw van moeten maken eigenlijk. Was wel gaaf geweest. En hij had vroeger twee deuren. Nu nog, nou één. Wat? En je moet van achter erin. Ah. Oh. Ik wou... Nee, dat vind ik jammer. Ah. Oh. Nee. Oh wacht, misschien had het nog veranderd. Ik ga nog niks zeggen. Gosh, hij stilt hem. Eerst dat rechtse laat helemaal en dan pas dat Risborough City vakje van touchscreen. Thank you.
Ze heeft toch helemaal niet met Pokémon te maken, hè? Ja, fossielen, maar dit zijn geen fossiel dingetjes van Pokémon zelf. Dus dat vind ik wel jammer. Maar goed, shit happens. What? Okay, dit klopt nog. Ja, dit stond er nooit. Er stonden echt heel weinig ronde objecten zoals tafels. Vaak zo van, ja, ik doe meer ronde tafel vroeger dan in de games. Dus dat klopt dan niet. Nee. Serieus. Ah. Hier was vroeger de ingang. Deze. En dan, dit klopt wel dan ongeveer. En hier stond vroeger een vrouw met donkerbruin, haar. Dat vind ik wel jammer. Dat ze die, want er zijn gewoon NPC's die ze gewoon overal kunnen neerzetten. En anders moeten ze er nog eentje gaan maken en hebben ze geen zin in natuurlijk waarschijnlijk gehad of geen tijd meer. Dat vind ik wel nice als je dat gewoon doet. Verkeerde kant. Ik heb al de eerste gym match. Maar goed. Eens even kijken. Wat zegt... Welcome to Bus Nav. Bring you the last bus from around the Hun region. Yes, of course. Oh, dan moet ik daar binnenkort even. De Pico Nav. Oh, dat vind ik echt genius. Ja, ik ken dat, al die namen en zo, want Pico is namelijk de naam van de winkel van die oude rare man die we in de Emerald serie zo raar vonden. Even wachten tot we naar het internet zijn verbonden. En bam. Let's gonna try Wonder Trade. Voor de mensen die kort Wonder Trade niet kennen. Wonder Trade is dus dat je over de hele wereld gooi jij een Pokémon neer. Vaak gooi je mensen gewoon een slechts Pokémon neer. Of zo, of een Pokémon die ze niet meer willen. En dan is het van, je kijkt wel wat er gaat komen, je ziet wel. Momenteel had ik eerst een Ralts en die heb ik uiteindelijk tot dit kunnen traden. Maar ja, ik ben er niet zo blij mee. En ik heb nog een Diancie kunnen krijgen. Die ik bij de 200 volgers op Twitch zal weg gaan geven binnenkort. Want dat duurt niet meer lang. En het leek me wel leuk om iets kleins, maar wel iets leuks toch weg te geven. Dus daarom. Dus laten we ons de Swallow traden. Ik weet niet eens of we trouwens die Diancie kunnen traden. Maar waarschijnlijk zal ik die dus als dat lukt gaan traden. En anders moet ik even een andere manier vinden om toch te kunnen traden. Of een ander iets leuks te doen. Nice to meet you. Canada, Ontario. Ik weet niet eens of ik het goed zeg, maar... Ik ga gewoon kijken. Poochyena, meh. Ik vind Wonder Trade daar leuk, dus daarom doe ik het er even gewoon achter. En ook wat handig is aan World Trade, of ik noem het World Trade nu, maar het is Wonder Trade. Is gewoon Vivienne, serieus? Wauw. Nou, ik zal jullie iets vertellen, want nou, jullie snappen niet waarom ik zeg wauw, dat soort dingen. Dat heeft er namelijk mee te maken met het feit van Vivienne, dus die Poochyena die je zag, die heb ik als eerder gekregen. Dus niemand wil die Poochyena. Oh, hij is wel één level omhoog gegaan, dat wel. Eens kijken of we hem nog ooit terugkrijgen. Maar het is wel leuk op zich dat ik
Op zich dat je hem weer even een keer ziet. Waarschijnlijk zal nooit iemand hem gebruiken. Eens kijken of we dit keer er iets voor krijgen. En anders zal ik deze opname weer eindigen. Helaas. Oh jee, Japan, Tokio. Ik snap nooit hoe je zo'n ander icoontje krijgt. Hey. Hallootjes. Wow, dat is een duur bal. Fennekin. Nice. Wauw, daar ben ik wel blij mee. Maar ik ga hem toch wel wonder traden, want ik heb zelf namelijk heel veel Pokeball of Fennekins en zo om 5 IV te krijgen. Maar goed, ik ga nog even verder met stream, jongens. Dus als je gewoon dit meer wilt bijhouden, kijk dan vooral wat vaker eventjes op Twitch als ik live ben. Ik bedank jullie voor het kijken, jongens. Like de video als je hem leuk vond. Abonneer als je dat natuurlijk nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik tot ziens.